Goeiedag dames en heren, Jos en Pierre, zus weer wij op dit kanaal hier. En deze week hebben we weer in de rubriek Deren in en om het hoes, hebben we weer een hoesdieren gevangen. En deze week gaf het hubbe Pierre over. Ik zou het niet weten Jos, wat voor over? Over de mier. En mier, nou dat is gewoon hoesdier. Ja, als het als een deren wat in en om het hoes leeft, dan, nou, dan heeft ze toch wel een mier. Geliek, patch met de knuik. Nee, dan moest niet alle mieren kapot trappen. Nee. Mieren hebben nog hele nuttige eigenschappen. Ach, zijn die nuttig? Die zijn ook nuttig, want die ruimen jou. Neumerschat. Ik ken niet één ding vinden wat een mier wel nuttig voor kan zijn. Ik wou het juist gaan zeggen. Oh, niks tegen doen. Ik wou het juist gaan zeggen, mieren die... Nee, tegen een zoet. Mieren die ruimen jou veel... en dwaai insecten op. Ach. Ruimen ze op, nemen ze midden in het nestje weer en opgegeten. Komen we nu mieren van. Geweldig. Dat is heel gunstig. Wist ik niet. Het tweede gunstige is dat mieren die scheiden... Ach, door voor allemaal het scheiden, Jos. Ik ben ook af en toe gaan scheiden. Dat is eigenlijk, dat werd bij de... Als je dit, moet ook het goed. Ja. Mijn vrouw en ik gaan ook scheiden. Hè. Ah, nee? Ja, ik het papier en zie ik het om. Maar goed, en de mieren, die hebben dus ook nog, die scheiden ook nog... Die scheiden ook nog mierenzuur af. Ja. Mierenzuur. En mierenzuur, dat wordt vroeger gebruikt in de leerindustrie. Ja. Bij de leerlooiers die gebruiken... Leerlooiers. Wat is dat? Dat zijn lui die leerlooien. Lui die leerlooien, zeggen ze leerlooiers. Och, vind ik dat de school vroeger dus ook leren. Ja. Ja, ga maar weer. En van leer, daar maken ze schön een jas van. Och, maken ze daar schön van? Ja. Moet je weten. Ja, dan gaan ze maar naar die winkels waar ze plastic schön verkopen. Ja. Maar dat leer, dat moesten ze looien en dan hadden ze mierenzuur binnenwendig. En die leerlooiers die gingen dan naar die mierennessen. Die probeerden dat mierenzuur aan die nessen te onttrekken. Aan melken, natuurlijk melken allemaal. En die dachten... Och, dat hebben ze kleinheidjes van, die, vooral die mieren. Die kennen melken, hè, Jos. Ja. Voor zo'n hummer vol te krijgen hebben ze elke mieren van nodig. Ja. En die dachten dus dat de urine van de mieren was, maar dat is niet zo. Is dat niet zo? Nee, dat is goed, want de mier is een familie van de wasp. Och, ik heb jou ook vlegen. Ik dacht niet, ik was een vlegenmier. Dat is ook vlegende mier, Pierre. Och, dat is ook vlegende mier. Maar daar gaan we even niet over. De mier is dus familie van de wasp. Ja. En als de wasp zich stuk, en die scheidt ook het mierenzuur af. Aha. Dat is hetzelfde. Ook als ze tegen een brandnetel aanlegt. Ja. Die hurkjes van de brandnetel zit mierenzuur op. Och. Dus dat is gewoon irriterend voor de huid. Ja. En ook een mier die dicht bit, dat kan irriteren. Ja. En dat komt door dat mierenzuur. En vroeger zag ze om zeik tegen. Dat moet toch zeik zijn, of niet? Ja, dat is gewoon een misverstand. Ze dachten dat mierenzuur, dat het de urine van de mier was, Pierre. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat dus is gewoon... als ze om zeik zei, is het best een zeik, want dat klopt niet. Ha? Want hij zei, dan moest ze melken. Nee, dat moest best om zeik zeggen, want dat is een typisch Limburgs woord, wat eigenlijk niet verloren mag gaan. Nee. Dus dat is niet daar. Maar nu komt het interessante. Ja, interessant. Nu hebben ze uitgevonden dat ze een auto... ook op mierenzuur kunnen laten lopen. En een auto? Ja, deze week stond dat in de gezet. Dan moet toch wel vol mieren zijn, dat heeft goed kunnen doen dan. Daar is de mierenzuurauto. Ach. Stond in de gezet deze week. Niet normaal, hè. En wie geeft dat noemen ze werk? Mierenzuur, dat kennen ze ook synthetisch, chemisch, kennen ze dat zelf. Zo wat synthetische mieren, zelf produceren. Ja, kennen ze zelf produceren. En het schone ervan is, ze houden al waterstofauto's. Ja. Maar dat... is te moeilijk. Waterstof kent ze niet in een tankstation tanken, omdat dat onder een hele wagen druk gebracht moet worden. Een waterstofzuiger. Maar die kent ze ook een waterstof met zuigen, wel water. Ja. En dat mierenzuur kent ze met een katalysator. Met een katalysator kent ze dat omzetten naar waterstof en dan heb ze dat waterstof automatisch in een auto en dan kent ze dat makkelijk met een volle tank 500 kilometer met rijden. Goh! De toekomst. En het grootste voordeel van zo'n mierenzuurauto is dat het enigste afval wat eruit komt is zuiver water. Dus geen CO2 gassen, niks meer. Control, water. Alleen maar zuiver water, Pierre. Zo hé, wat knap. Dat is knap en dat is uitgevonden door een aantal studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven. En die hebben €50.000 subsidie gekregen. Och, ik dacht 50.000 meer. Om dat verder te ontwikkelen. Ach. Dat is toch mooi. Vind je knap? Ja. En dan hebben ze met Sean weer, tussen je dat vooral door zitten te roddelen die al een tijd. Is het me niet goed? Er zit zomer overal geen achter te zoeken.
Ik zeg dat sinds altijd aan zich met het positiefs komt over de natuur en over het milieu. Jos, dan zit zich daar immer tussendoor met een stomme kalver. Het is ook bijna niet te begrijpen wat zich allemaal zegt. Maar nee, maar dat komt er zich maar met een babbel tussen zit. Oké. En daar is ook de spreuk van vandaag op gebaseerd, dames en heren. En overal gaat achterzeuker, noemen ze ook wel eens een mierenneuker. En een achterhoedzeuker. En een achterzeuker is een mierenneuker. Oh, nee. Een achterzeuker. En overal gaat achterzeuker, noemen ze ook wel eens een mierenneuker. Zeuker. Neuker. Oh, mierenneuker. Neuker, ja. Wat bedoel ik daarmee, denk ze, Pierre? Ik zou begonnen weten, Jos. Ja, ik weet leerlooierij, geloof ik. Nee, dat bedoel ik daarmee.